Goedenavond en welkom bij deze speciale uitzending van Extra TV vanuit Rotterdam. Het komende half uur staat volledig in het teken van het International Film Festival Rotterdam. En aansluitend vindt in het kader van IFFR Live om 6:55 op deze zender de wereldpremière plaats van de film The Sky Above Us. Welkom bij deze speciale aflevering van Extra TV. In het komende half uur kijken we samen met regisseur Marinus Groothof vooruit op de wereldpremière van zijn film. Blikken we terug op het filmfestival van vorig jaar. En na de film kunt u met uw tweede scherm zelf via Twitter in gesprek met de regisseur. Maar nu eerst het verhaal van The Sky Above Us. De film is een eigentijds drama over de NAVO-bombardementen op Belgrado in 1999. Van de hand van Gouden Kalfwinnaar en regisseur Marinus Groothof. Kad radi, on ne misli na te gluposti. Još malo ove dva dana da stegnemo i vidjet ćemo super, super će biti predstav. To je sve u redu dok u glumu mislimo gdje treba. Amerikanci, NATO, ti gori nego svaki terorizam na ovom svijetu, oni će podaviti. Ajde, molim te, malo da se zezamo. Molim. Svi su napeti, posebno ovi što rade u noćni smeni. Ne treba niko da brine o meni. Pogledajte ovu divnu ženu, zarobljenu u svom malom svijetu. Zašto jebeno? Sve mora da bude toliko ozbiljno! Dat was de trailer van The Sky Above Us. Naast mij staat de regisseur zelf, Marinus Groothof. Welkom. Hoe voelt het voor jou om hier te staan? Ja, het is heel spannend voor mij, want vanavond is de première. En het is niet alleen hier, maar ook bij heel veel mensen thuis. En in, geloof ik, 40 bioscopen in totaal in Europa. In Europa, ja. Dus het is een heel groot ding. Heel veel mensen gaan vanavond deze film kijken. Dat is wel heel bijzonder, meteen direct in de huiskamer. En mensen kunnen straks ook gaan twitteren. Ja, ja, ik kan het dialoog aangaan met heel erg veel mensen. Kun je ons meenemen naar het moment hoe de film is ontstaan? Ik heb eerder een korte film gemaakt in Belgrado, Sunset from a Rooftop. En een vriendin van mij daar, die vertelde mij hoe die eerste dag van het bombardement was. Bijvoorbeeld, ze wisten niet wanneer het precies zou gaan gebeuren. En zij was jarig, ze haalde net haar taart uit de koelkast. Opeens ging dat luchtalarm af. En zij wist niet wat ze ermee moest doen. Dus ze dacht, ik ga maar onder de deurpost staan, want dat schijnt te moeten. En zo kwamen ze nog met heel veel meer anekdotes over die periode en hoe het voor haar was. Ze voelde zich een soort van Alice in Wonderland. En dat fascineerde mij heel erg. En daar heb ik eerst een korte film over gemaakt, Sunset from a Rooftop. Waar je ook de Gouden Kalf mee hebt gewonnen. Ja, ja. Mm-hmm. En toen dacht je, ik kan het verhaal nog steeds niet loslaten. Er moet een nieuwe film komen, The Sky Above Us. En wat is het grote verschil? In The Sky Above Us onderzoek ik meer wat het proces is van zelfbehoud van mensen tijdens zo'n situatie. Weet je, hoe verhoud je je tot,
tot zo'n gebeurtenis om je heen. Kun je een voorbeeld noemen? Hoe verhoud je je er tegen? Ja, een van de personages bijvoorbeeld in de film, wat zij doet, zij acteert, zij is bezig met een theatervoorstelling en zij doet alsof de bombardementen er niet zijn. En zij heeft de mooiste kleren aan, ze heeft een jurk, hoge hak, met oorbellen en make-up op, gaat zij uiteindelijk de lift in. Maar die lift, er is opeens een stroomuitval, wat je daar heel veel had in die tijd. En ze zit vast in die lift en dan moet ze in die kleren met die hoge hakken uit die lift gaan klimmen. En dat soort van schizofrene situaties zijn er constant. En hoe is het voor hen dat je die film hebt gemaakt? Ik kan me best wel voorstellen dat het iets teweeg brengt. Wat zijn de reacties? Over het algemeen was iedereen heel enthousiast erover. En heel geïntrigeerd omdat het een buitenstaander is die hier een film over maakt. Die weer andere dingen ziet dan zij. En die niet zeg maar even belast is met heel veel emoties van die periode. En mensen waren vereerd. Anderzijds waren er soms ook wel op blogs of zoiets dergelijks wel mensen die dachten waarom moet hier, laat ons met rust, waarom moet hier nou weer een film over gemaakt worden? Nederlanders die hebben ons gebombardeerd, waarom moet hij dat doen? Dus het bracht wel veel, hoe zou je dat zeggen? Het deed wel veel stof opwaaien. Ja, en nu is de zaal nog leeg en straks zit hij vol. Ja. Zenuwachtig? Ja, heel erg. Zeker. Heel veel plezier straks. Dankjewel, Marinus. Dankjewel. En zo gezegd, zo dadelijk om 6:55 de première. Nu eerst een sfeerverslag van het filmfestival van vorig jaar. Daarna praat ik verder met festivaldirecteur Rutger Wolfsen over IFFR Live. Never feel happy. No, you won't. Until you try, you'll never feel happy. Alleen de Sky Above Us gaat in première met IFFR Live. In de afgelopen dagen werden de volgende 4 films al op deze bijzondere wijze aan een groot publiek getoond. Ja.
Maar dat is een militair volk. Als ik niet doe. Luister even allemaal goed, want we zijn uitgenodigd om de koor- en orkestopname van de Matthäuspersoon om daarbij te zijn. Leon, mogen wij ook meezingen? Dat is het enige wat ik wil vragen. It's such an intense trajectory to start with weeping, to weep in the middle, and at the end to weep again. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Un salon de coiffure. Et si jamais j'ai pas le prêt? Je garderai 5000 comme on l'avait dit. Parce qu'il y a beaucoup à faire là. Tu veux vraiment mettre ta photo sur ce site? Oui, c'est pour ceux qui paient. Mais c'est trash quand même. C'est moins dangereux que d'être pauvre. Allez. Bye bye. Heute dansen. Jeg har lyst til at gøre det rigtigt med dig. Min dame hedder Jytte. Så giver man en skilling, så er den potte ud. Jeg er en mand. Det har jeg brug for. Du måske gerne have en lyder som mor. Hvad, Martin? Jeg har ikke rigtig fået spurgt til dig her på det seneste. Jeg kommer så med Christine. Voor de kijkers die zojuist inschakelen, welkom bij deze speciale uitzending van Extra TV vanuit Rotterdam. De komende 20 minuten staan volledig in het teken van het International Film Festival Rotterdam. En aansluitend vindt om 6:55 op deze zender de wereldpremière plaats van de film The Sky Above Us. Dit in het kader van IFFR Live. IFFR Live is een nieuw onderdeel van het filmfestival. Naast mij staat Rutger Wolfsen, directeur van International Film Festival Rotterdam. Wat is IFFR Live? IFFR Live zijn een serie premières hier tijdens het festival en tegelijkertijd in 40 bioscopen door heel Europa, 7 Europese landen. En ook op kanaal 37 van KPN. En proberen jullie op deze manier een nieuw publiek te bereiken? Ja, het is een poging om ervoor te zorgen dat de hele bijzondere films die wij in het festival draaien een groter publiek weten te vinden. En dat doen we ook doordat het heel interactief is. Mensen kunnen na afloop van de film twitteren en vragen stellen aan de regisseur en de cast die aanwezig is in Rotterdam. En zo wordt het voor mensen weer heel spannend om naar een bijzondere film te kijken, omdat ze zelf ook kunnen meedoen. Het is eigenlijk een dialoog, dus niet alleen maar meer zenden, maar echt in de huiskamer. Ja, want het is niet alleen maar kijken, maar je mag ook meepraten. En ja. In de huiskamer op tv. Hoe belangrijk is televisie voor jullie? Nou, het is heel belangrijk om een nieuw publiek te vinden via televisie natuurlijk. Dit soort van films worden toch niet zo heel vaak meer op televisie uitgezonden. Maar ik denk dat als mensen meer betrokken kunnen raken door ook met de regisseur gesprek te raken, dat mensen het heel leuk vinden. Ja, en als dat betekent dat er meer bijzondere films op televisie worden uitgezonden, ben ik natuurlijk helemaal blij. Dankjewel. Zometeen dus op deze zender de wereldpremière van een van de IFFR Live films, The Sky Above Us. De film is een eigen tijdsdrama over de NAVO-bombardementen op Belgrado in 1999. Van de hand van Gouden Kalfwinner en regisseur Marinus Groothof. Čovjek kad radi, on ne misli na te gluposti.
još malo ove dva dana da stegnemo i bit ćemo super, super će biti predstav. To je sve u redu dok u glumu ništa nema gdje treba. Amerikanci, dakle, ti gori nego svaki terorizam kao svijet, oni će podaviti. Ajde, molim te, da se gledamo. Molim. Svi su napeti, osim ovi što rade u noćnoj smeni. Ne treba niko da brine o meni. Pogledajte ovu divnu ženu, zarobljenu svom malom svijetu. Zašto jebeno? Sve mora da bude toliko ozbiljno! Dat was de trailer. Straks na de film kunt u zelf ook nog live vragen stellen aan de regisseur via het tweede scherm. Het kan gemakkelijk via de website iffr.com/kpn. En als u met uw tablet of smartphone kijkt, kunt u niet alleen de sessie live volgen, maar ook de Twitterfeed zien en zelf vragen stellen via Twitter. Tot 6:05 wordt deze uitzending herhaald. Goedenavond en welkom bij deze speciale uitzending van Extra TV vanuit Rotterdam. Het komende kwartier staat volledig in het teken van het International Film Festival Rotterdam. En aansluitend vindt in het kader van IFFR Live om 6:05 op deze zender de wereldpremière plaats van de film The Sky Above Us. Welkom bij deze speciale aflevering van Extra TV. In het komende kwartier kijken we samen met regisseur Marinus Groothoff vooruit op de wereldpremière van zijn film. Blikken we terug op het filmfestival van vorig jaar. En na de film kunt u met uw tweede scherm zelf via Twitter in gesprek met de regisseur. Maar nu eerst het verhaal van The Sky Above Us. De film is een eigentijdsdrama over de NAVO-bombardementen op Belgrado in 1999. Van de hand van Gouden Kalfwinnaar en regisseur Marinus Groothoff. Čovjek kad radi, on ne misli na te gluposti. Još malo ove dva dana da stegnemo i bit ćemo super, super će biti predstav. To je sve u redu dok u glumu ništa nema gdje treba. Amerikanci, dakle, ti gori nego svaki terorizam kao svijet, oni će podaviti. Ajde, molim te, da se gledamo. Molim. Svi su napeti, osim ovi što rade u noćnoj smeni. Ne treba niko da brine o meni. Used to run, we used
pogledaj ovu divnu ženu, zarobljenu u svom malom svijetu. Zašto jebeno? Sve mora da bude toliko ozbiljno! Dat was de trailer van The Sky Above Us. Naast mij staat de regisseur zelf, Marinus Groothof. Welkom. Hoe voelt het voor jou om hier te staan? Ja, het is heel spannend voor mij, want vanavond is de première. En het is niet alleen hier, maar ook bij heel veel mensen thuis. En in, geloof ik, 40 bioscopen in totaal in Europa. Ja. Dus het is een heel groot ding. Heel veel mensen gaan vanavond deze film kijken. Dat is wel heel bijzonder, meteen direct in de huiskamer. En mensen kunnen straks ook gaan twitteren. Ja, ja, ik kan het dialoog aangaan met heel erg veel mensen. Kun je ons meenemen naar het moment hoe de film is ontstaan? Ik heb eerder een korte film gemaakt in Belgrado, Sunset from a Rooftop. En een vriendin van mij daar, die vertelde mij hoe die eerste dag van het bombardement was. Bijvoorbeeld, ze wisten niet wanneer het precies zou gaan gebeuren. En zij was jarig, ze haalde net haar taart uit de koelkast. Opeens ging dat luchtalarm af. En zij wist niet wat ze ermee moest doen, dus ze dacht, ik ga maar onder de deurpost staan, want dat schijnt te moeten. En zo kwam ze nog met heel veel meer anekdotes over die periode en hoe het voor haar was. Ze voelde zich een soort van Alice in Wonderland. En dat fascineerde mij heel erg en daar heb ik eerst een korte film over gemaakt, Sunset from a Rooftop. Waar je ook de Gouden Kalf mee hebt gewonnen. Ja, ja. Mm-hmm. En toen dacht je, ik kan het verhaal nog steeds niet loslaten. Er moet een nieuwe film komen, The Sky Above Us. En wat is het grote verschil? In The Sky Above Us onderzoek ik meer wat het proces is van zelfbehoud van mensen tijdens zo'n situatie. Weet je, hoe verhoud je je tot zo'n gebeurtenis om je heen? Kun je een voorbeeld noemen? Hoe verhoud je je er tegen? Ja, een van de personages bijvoorbeeld in de film, wat zij doet, zij acteert, zij is bezig met een theatervoorstelling en zij doet alsof de bombardementen er niet zijn. En zij heeft de mooiste kleren aan, ze heeft een jurk, hoge hakken, met oorbellen en make-up op, gaat zij uiteindelijk de lift in. Maar die lift, er is opeens een stroomuitval, wat je daar heel veel had in die tijd. En ze zit vast in die lift en dan moet ze in die kleren met die hoge hakken uit die lift gaan klimmen. En dat soort van schizofrene situaties zijn er constant. En hoe is het voor hen dat je die film hebt gemaakt? Ik kan me best wel voorstellen dat het iets teweeg brengt. Wat zijn de reacties? Over het algemeen was iedereen heel enthousiast erover. En heel geïntrigeerd omdat het een buitenstaander is die hier een film over maakt. Die weer andere dingen ziet dan zij. En die niet zeg maar even belast is met heel veel emoties van die periode. En mensen waren vereerd. Anderzijds waren er soms ook wel op blogs of zoiets dergelijks wel mensen die dachten, waarom moet hier, laat ons met rust, waarom moet hier nou weer een film over gemaakt worden? Nederlanders die hebben ons gebombardeerd, waarom moet hij dat doen? Dus het bracht wel veel, hoe zou je dat zeggen? Het deed wel veel stof opwaaien. Ja, en nu is de zaal nog leeg en straks zit hij vol. Ja. Zenuwachtig? Ja, heel erg. Ja. Zeker. Heel veel plezier straks. Dankjewel, Marinus. Dankjewel. En zo gezegd, zo dadelijk om 6:55 de première. Nu eerst een sfeerverslag van het filmfestival van vorig jaar. Daarna praat ik verder met festivaldirecteur Rutger Wolfsen over IFFR Live. Never feel happy. No, you won't. Until you try, you'll never feel happy.
Niet alleen The Sky Above Us gaat in première met IFFR Live. In de afgelopen dagen werden de volgende vier films al op deze bijzondere wijze aan een groot publiek getoond. Luister even allemaal goed, want we zijn uitgenodigd om de koor- en orkestopname van de Matthäuspersoon om daarbij te zijn. It's such an intense trajectory to start with weeping, to weep in the middle, and at the end to weep again. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Un salon de coiffure. Et si jamais j'ai pas le prêt? Je garderai 5000 comme on l'avait dit. Parce qu'il y a beaucoup à faire là. Tu veux vraiment mettre ta photo sur ce site? Oui, c'est pour ceux qui paient. Mais c'est trash quand même. C'est moins dangereux que d'être pauvre. Allez. Heute dansen. Jeg har lyst til at gøre det rigtig med dig. En dame hedder Jytte, så giver man en skilling, så er det en potte ud. Jeg er en mand. Det har jeg brug for. Du måske gerne have en lyder som mor. Hvad, Martin? Jeg har ikke rigtig fået spurgt til dig her på det seneste. Jeg kommer så med Christine. Voor de kijkers die zojuist inschakelen, welkom bij deze speciale uitzending van Extra TV vanuit Rotterdam. De komende 10 minuten staan volledig in het teken van het International Film Festival Rotterdam. En aansluitend vindt om 6:55 op deze zender de wereldpremière plaats van de film The Sky Above Us. Dit in het kader van IFFR Live. IFFR Live is een nieuw onderdeel van het filmfestival. Naast mij staat Rutger Wolfsen, directeur van International Film Festival Rotterdam. Wat is IFFR Live? IFFR Live zijn een serie premières hier tijdens het festival en tegelijkertijd in 40 bioscopen door heel Europa, 7 Europese landen. En ook op kanaal 37 van KPN. En proberen jullie op deze manier een nieuw publiek te bereiken? Ja, het is een poging om ervoor te zorgen dat de hele bijzondere films die wij in het festival draaien een groter publiek weten te vinden. En dat doen we ook doordat het heel interactief is. Mensen kunnen na afloop van de film twitteren en vragen stellen aan de regisseur en de cast die aanwezig is in Rotterdam. En zo wordt het voor mensen weer heel spannend om naar een bijzondere film te kijken, omdat ze zelf er kunnen meedoen. Dus eigenlijk een dialoog, dus niet alleen maar meer zenden, maar echt in de huiskamer. Ja, wat is niet alleen maar kijken, maar je mag ook meepraten. En ja. In de huiskamer op tv. Hoe belangrijk is televisie voor jullie? Nou, het is heel belangrijk om een nieuw publiek te vinden via televisie natuurlijk. Dit soort van films worden toch niet zo heel vaak meer op televisie uitgezonden. Maar ik denk dat als mensen meer betrokken kunnen raken door ook met de regisseur gesprek te raken, dat mensen het heel leuk vinden. Ja, en als dat betekent dat er meer bijzondere films op televisie worden uitgezonden, ben ik natuurlijk helemaal blij. Dankjewel. Zometeen dus op deze zender de wereldpremière van een van de IFFR Live films, The Sky Above Us. De film is een eigen tijdsdrama over de NAVO-bombardementen op Belgrado in 1999. Van de hand van Gouden Kalfwinner en regisseur Marinus Groothof.
nas događa. Ajde, čovjek kad radi, on ne misli na te gluposti. Još malo ove dva dana da stegnemo i bit ćemo super, super će biti predstav. To je sve u redu dok u glumu ništa ne bude treba. Amerikanci, NATO, ti gori nego svaki terorizam kao svijet, oni će podaviti. Ajde, molim te, malo da se gledamo. Molim. Svi su napeti, posebno ovi što rade u noćnoj smeni. Ne treba niko da brine o meni. Pogledajte ovu divnu ženu, zarobljenu u svom malom svijetu. Zašto jebeno? Sve mora da bude toliko ozbiljno! Dat was de trailer. Straks na de film kunt u zelf ook nog live vragen stellen aan de regisseur via het tweede scherm. Het kan gemakkelijk via de website iffr.com/kpn. En als u met uw tablet of smartphone kijkt, kunt u niet alleen de sessie live volgen, maar ook de Twitterfeed zien en zelf vragen stellen via Twitter. Het is bijna zover. De film gaat zo live in première. Een bijzonder moment waar u deel van uitmaakt. Bedankt voor het kijken. Namens KPN en IFFR wens ik u veel kijkplezier toe. U heeft zojuist gekeken naar de wereldpremière van The Sky Above Us. U kunt nu via uw tweede scherm vragen stellen aan de regisseur en gouden kalfwinnaar Marinus Groothof. Ga daarvoor naar de website iffr.com/kpn. En als u met uw tablet of smartphone kijkt, kunt u niet alleen de sessie live volgen, maar ook de Twitterfeed zien en zelf vragen stellen via Twitter. Ook kunt u deze film later nog terugzien via de videotheek.